Goedemorgen, ik ben Jos van Tol. In dit filmpje ga ik jullie uitleggen hoe je een gageverklaringformulier invult. Dat is deze. Die krijg je vaak van een poppodium of een andere organisator die je hebt geboekt. Dus dit is voor artiesten en bands die zo'n formulier moeten invullen. Ik heb het zelf ook vaak moeten doen en ook na alle jaren dat ik muziek maak blijft het lastig om het formulier in te vullen. Ik merk het ook aan andere mensen dat ze dat moeilijk vinden. Er zitten een paar hele rare termen in en laten we er gewoon doorheen lopen. Zoals je ziet heb ik hier boven in het scherm een lijstje gemaakt van drie dingen die je nodig hebt van iedereen die in de band zit. Dus als je een eenpersoons act bent, dan heb je het alleen voor jezelf nodig. Voor elk bandlid heb je het adres nodig, een SOFI-nummer, of tegenwoordig heet dat een burgerservice-nummer, de BSN. En als derde een kopie of foto van hun paspoort of ID-kaart. Die heb ik ook van mijn band, die heb ik hier al klaarstaan. Dus in dit tekstbestandje staan alle namen, adressen en SOFI-nummer. En dit zijn de kopieën van de paspoorten van deze band. Die heb ik gewoon altijd klaarstaan. Dus elke keer als ik een formulier moet invullen, heb ik die gewoon al klaar liggen. Hoef ik die niet meer te vragen aan de band of hun daarmee lastig te vallen. Volgende stap is het formulier zelf. Deze kan je gewoon zoeken in je zoekmachine door in te typen gageverklaring artiesten. Dan staat bovenaan of bijna bovenaan een link naar de website van de Belastingdienst. Deze moet je hebben, dus klik hierop. Dan kom je op deze pagina terecht en klik je op dit bovenste linkje met de blauwe achtergrond. Deze open je dan in de browser en in de meeste moderne browsers kun je die dan ook direct invullen. Dus het zijn drie pagina's, model, gageverklaring. Dit is het formulier. Zeker als je een eenpersoonsartiest bent, dan is het redelijk snel in te vullen. Maar nogmaals, ik zal je door een paar lastige dingetjes heen helpen. Je begint met invullen van je eigen gegevens. Dus laten we dat doen. Dit is het adres en de naam van James Hetfield. Tenminste, in mijn fantasie. Het land is doorgaans niet nodig om in te vullen, omdat het formulier en de belastingdienst gaat ervan uit dat je uit Nederland komt. Mocht je adres wel in een ander land zijn, moet je natuurlijk wel het land invullen. Volgende stap is het telefoonnummer. Mag gewoon een 06 zijn. Dat doen we op deze manier. En de geboortedatum van James Hetfield is 3 augustus 1963. Natuurlijk in het echt vul je je eigen geboortedatum in. Hier moet je het burgerservice nummer invullen, oftewel wat ik ook het SOFI-nummer noem. Laten we dit doen. En nu zijn we al bijna klaar met het in ieder geval invullen voor een eenmansartiest. Dat moeten we namelijk hier aangeven. Bij vraag 1H staat hier, ben je leider van een band? Vul een ja in. Ben je alleen? Vul een nee in. In dit geval gaan we het eerst invullen voor een eenmansact, dus dan vullen we nee in. We hebben geen band of act. Dan kunnen we de vraag bij 1i invullen. Hier vul je doorgaans altijd ja in. Omdat je gewoon wat verdienen. Daar komt het in principe op neer. Doorgaans vul je nooit dit vakje in, de nee. Dus het is eerst nee voor een soloartiest en dan ja. Hier vul je het bedrag in wat je krijgt. Nou, laten we zeggen 100 euro. Dan kom je bij pagina 2, die kun je helemaal overslaan. Dit is alleen voor de informatie voor bands, dus met meerdere artiesten. Dus als je ja zou invullen bij 1A, maar dat gaan we zo doen. Bij pagina 3 kom je dan aan, dit is puur ondertekenen, dus je vult de dag van vandaag in. Het is vandaag 3 juli 2018 en je kunt het formulier uitprinten. Voordat we verder gaan met het ondertekenen en het uitprinten, ga ik eerst voordoen hoe je het invult als je een band bent. Als je een gageverklaring invult voor een band, dan begin je in principe hetzelfde. Je vult je eigen gegevens in boven in het scherm. Nogmaals, SOFI-nummer, geboortedatum, land hoef je alleen in te vullen als je uit het buitenland komt. Bij 1H geef je dus aan, ja, ik ben vertegenwoordiger van een band of gezelschap. Dan kun je 1I overslaan, die we net hebben ingevuld als soloartiest, maar komen we op de tweede pagina terecht.
Hier vul je de naam in van het gezelschap. Nou, James Hetfield is natuurlijk bandleider van Metallica. Daarin spelen 4 mensen. En in dit geval krijgen zij 100 euro gage voor hun show. Nu komen we in het derde gedeelte. Dit zijn de gegevens van alle verschillende bandleden. Dus hier vul je in eerste instantie ook weer je eigen gegevens in. En vervolgens vul je het bedrag in bij het tweede vakje. Het bedrag is het bedrag dat je per persoon verdient. Dit is voor de belasting belangrijk dat elke persoon een eigen gedeelte van het bedrag op hun naam krijgt. Dus wat je zou kunnen doen is als je 100 euro verdient, dat je dit bijvoorbeeld deelt over de 4 bandleden. Oftewel 25 euro. Dat vul je in op het tweede vakje. Het eerste vakje is in principe niet van belang als jij met een band invult. Dus die laat je leeg. Nogmaals, dus het bedrag per persoon komt in het tweede vakje te staan. Het bovenste vakje laten we leeg. Dit vakje laat ik ook weer leeg. Het is het land en regio. Kun je als je in Nederland woont gewoon vrij laten. Dit doe je voor alle bandleden. Dus ik heb aangegeven dat er 4 bandleden zijn. Dus ik moet er nog 3 invullen. Alright, zoals je ziet heb ik nu voor alle 4 de bandleden de gegevens ingevuld. Ze krijgen allemaal evenveel betaald officieel. Natuurlijk krijg je gewoon 100 euro uitbetaald door jouw opdrachtgever. Maar bij de Belastingdienst staat het dan zo genoteerd. Belangrijk voor hun, niet zo heel belangrijk voor ons. Je hebt nu pagina 2 ingevuld. Tijd om doorgegaan naar pagina 3. Net als altijd, ook deze weer ondertekenen. Dus de datum invullen en de boel uitprinten. Als je de gageverklaring hebt uitgeprint, dan is het de bedoeling dat je hem ondertekent. Sowieso jij als vertegenwoordiger van de band. Op pagina 3. Dat zie je hier in het scherm. Daar zo. Onder de datum. En ik heb hem voor de duidelijkheid ook nog even uitgeprint. Hier zo op het blaadje waar ik een kruis op zet. Daar zit je ook een handtekening. Als je een band hebt ingevuld, dan betekent dat je van alle bandleden de handtekening moet hebben. Dus op pagina 2, zoals ik hier heb, heb ik uitgeprint. En hier zie je de kruisjes staan van alle bandleden. Dus je moet je eigen handtekening nog een keer zetten. En van alle andere bandleden ook de handtekening zoeken. Dan heb je dus het hele gageformulier ingevuld. Je hebt de gegevens allemaal ingevuld. De handtekeningen staan erop. Je hebt de identiteitsbewijs op de computer staan. Zoals je hier ziet. Daarom is het de bedoeling dat je het gageformulier weer in de computer krijgt. Dat kan je doen door deze gewoon onder een scanner te leggen. Waarop je de handtekening en alle ingevulde tekst goed leesbaar kan zien. Natuurlijk hebben de meeste mensen op het moment geen scanner meer. Maar met je telefoon kom je er ook al heus wel uit. Als je een goede mooie foto maakt, goed belicht. Dan kan je vaak gewoon de handtekeningen goed zien in alle teksten. Deze krijg je dan weer in je telefoon. Via een e-mail bijvoorbeeld zou je deze op de computer kunnen krijgen. En dan maak je een e-mail met alles bij elkaar. Het gageformulier, wat je hebt gefotografeerd en ingescand. En de ID-kaarten van alle bandleden. Zoals je die hier als het goed is op je computer hebt staan. Deze e-mail kun je sturen naar degene van wie je het gageverklaring hebt gehad. Bijvoorbeeld het poppodium of de organisatie die jou geboekt heeft. Dat is alles. In principe ben je nu klaar met het gageformulier. Het is vaak wat ingewikkeld, maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. En in principe is het dan gewoon wachten tot het geld op je rekening wordt gestort. Of je krijgt het soms contant van de persoon die het geld aan jou wil betalen. Tot zover dit filmpje. Mochten er vragen zijn, kun je altijd een comment achterlaten hieronder. En verder bedankt voor het kijken en heel veel succes.